Hoe voel je je? Ja, een soort onwerkelijk. Geloof het niet. Kan niet. Ontkenning? Nee, het is niet waar. Want waarom ben jij zo aangeslagen door zijn dood? Nou ja, Prins heeft toch is toch een groot deel van mijn leven geweest, 30 jaar lang. Ik heb heel veel optredens gedaan als Prins. Ja, dus in vol ornaat en kostuum. Hoe vaak trad jij op in zijn hoogtijdagen? In de hoogtijdagen trad ik 5 à 6 keer per week op. 5 à 6 keer per week? Soms zelfs 2 keer op een avond. Jij werd ingehuurd door Prins. Door Prins, ja, door de mensen om Prins heen. Om wat ze doen precies? Als stand-in voor de afleiding van de fans. Afleiding? Ja. Hoe werkt dat dan? Fans misleiden. De mensen te laten geloven dat Prins weg was of ergens anders was. Dus dat al die mensen daar naartoe getrokken worden en dat Prins toch wel iets rustiger kon vertrekken en arriveren waar hij wou wezen. Dit ben jij? Dat ben ik, ja. Hoe vaak heb je hem ontmoet? Ik heb hem 4 keer ontmoet. 4 keer? Ja. Heb je foto's met hem ook? Nee. Niet? Nee. Hoe kan dat nou? Ja, dat werd echt niet toegelaten. Niet? Nee, dat werd niet toegelaten. Nee. Op een avond stond ik dus klaar als Prins in het hotel. En ik werd niet ingezet. En ik nou weet je, ik werd ook niet meer opgeroepen. En ik ga lekker stappen in mijn kostuum naar Lexington Queen. En daar zat ik lekker in de VIP-ruimte en allemaal meisjes afgeschermd zaten te kijken en foto's te maken. En toen kwam Prins opeens binnen. In hetzelfde kostuum. En toen zaten dus 2 Prins in de VIP-ruimte. En toen vond hij het toch niet zo leuk. En toen werd ik toch ook vriendelijk gevraagd om toch weg te gaan uit de tent. Door Prins. Je bent de club uitgezet door Prins. Ja. Oké. Kan ook niet iedereen zeggen. Ja. Dit is een kleine collectie uit al jouw Prins-kostuums. Ja, dat klopt. Nou, dit is natuurlijk de tijd van Purple Rain, hè, deze kostuum. Met doorzichtige kanten broek. Kijk. Dat is natuurlijk echt Princey. Maar zou je zo'n pak voor me aan willen doen? Want ik ben wel heel benieuwd hoe Prins eruit ziet. Ja, ik zou het graag willen doen. Alleen, ik vind het nu op het moment niet zo gepast eigenlijk. Naar Prins toe als respect. Hey, groepies, heb je daar dan ook veel gebruik van gemaakt? In de zin van? Heb jij wel eens gehad dat... En jij deed je natuurlijk voor als Prins. Ja. Heb je meiden wel eens in de waan gelaten ook? Ja, ook een hele gekke voorstellen gekregen. En maar dat je ze ook in de waan liet? Dat ja. Je zei van, ik ben Prins. Ik denk dat er wel een paar mensen op de wereld zijn die denken dat ze een handtekening van Prins gaan. Oh, een handtekening. Oh, oké. Sorry. Mijn gedachten gingen verder. Die waaierden een beetje uit naar andere dingen, ja. Maar heb je dat ook gedaan? Dat houden we brief. Dat houden we gewoon lekker in het midden. Nee, dat is een tamelijke vraag van mij ook inderdaad. Working part-time in a 5 and 9. My boss was Mr. McKee. Prins kan met zijn muziek echt je hart raken. Zijn muziek zal altijd blijven, dus Prins is in principe nooit dood. Raspberry Blue.